Mensen gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen kunnen samen of alleen schulden aangaan. Dat is een leningscontract afsluiten. Dat is soms een boete opgelegd krijgen als je te snel rijdt. Dat is een verantwoordelijkheid opgelegd krijgt als je iemand schade berokkent. Kortom, er zijn vele manieren om schulden aan te gaan. Wanneer beide echtgenoten samen ondertekenen, zijn zij samengehouden tot de verbintenis. Wanneer één alleen ondertekent, is hij alleen gehouden tot de verbintenis. Sommige kredietinstellingen vragen echter dat beide echtgenoten een kredietovereenkomst ondertekenen. Dan zullen de beide echtgenoten samen gehouden zijn tot deze schuld. Het kan ook gebeuren dat een kredietinstelling vraagt dat degene die een lening wil afsluiten, ook zijn partner laat mee ondertekenen. In dat geval moet die echtgenoot niet mee ondertekenen voor het mee aangaan van de lening, maar alleen maar voor het akkoord geven dat de eerste echtgenoot de lening afsluit. Voor de huishoudelijke schulden, of anders gezegd schulden die dienen voor de lasten van de huishouding, de bijdrage in de kosten van opvoeding van de kinderen, is het zo dat elke echtgenoot alleen handeling kan stellen, alleen contracten kan afsluiten en schulden kan aangaan, die dan toch de andere echtgenoot zal binden, alhoewel die niet heeft meegetekend. Tenzij deze schulden buitensporig zouden zijn, gelet op hun levensstandaard.